Op woensdag 1 oktober werd bij basisschool De Rots in Ede een schoonmaakactie gehouden. Tientallen leerlingen gingen onder begeleiding zwerfafval rond hun school opruimen. Nou, als school zijn we, willen we sowieso dat het een mooie buurt is. En toen hoorden we hier dus van dat ze daarmee bezig waren. Volgens mij is het gewoon vanuit toezicht echt georganiseerd. Want daar zijn we natuurlijk mee meegegaan. En ja, als school is het gewoon leuk om een schone omgeving voor je school te hebben. En ook wat voor je wijk te kunnen doen. Dus daarom hebben wij er ons voor ingeschreven. Maar ik denk dat uiteindelijk het komt van toezicht. Die gewoon op deze manier toch meer samenhorigheid willen creëren en een schoon Ede. Eigenlijk is het een idee wat eigenlijk al bestond. En ja, dat hebben we uitgebreid door het in de gemeente Ede ook te gaan doen. En de basisscholen aangesproken. En ja, die waren allemaal enthousiast. En zo doen. En zit er een achterliggende gedachte bij de actie voor de kinderen? Is het de bedoeling dat de kinderen bewust worden dat ze niks weggooien? Of gaat het gewoon om dat de wijk schoon wordt? Ja, beide. En ik denk toch wel vooral het eerste. Omdat maakt de kinderen op deze leeftijd gewoon al bewust van wat er gebeurt met zwerfvuil. Hè? Ik bedoel, als je een blikje op straat gooit, dan ligt hij er over 20 jaar nog als niemand er wat aan doet. Ik denk dat je zeker op deze leeftijd al een hoop bereikt. En vooral als ze zometeen, daarom willen we ook eigen groep 7, groep 8 pakken. Ze gaan zometeen naar de middelbare school en zo. En dat is toch wel een beetje de doelgroep die toch wel het meeste op straat gooit. Ja, ik denk dat het een beetje dubbel is. We willen de omgeving natuurlijk schoon, maar ik denk vooral om kinderen bewust te maken van... kijk, wat je op de grond gooit, dat blijft er gewoon de hele tijd liggen. En nou hebben wij het opgeruimd, maar de volgende keer doet een ander het weer. Dus ze weten nu dat het niet zo'n hele leuke klus is om dat te doen en best veel werk is. En ik denk wel dat ze zich bewuster zijn om volgende keer afval gewoon in de prullenbak te gooien en niet op de grond, als ze dat al deden. En is hier in de wijk per se een probleem met afval? Nou ja, als ik het nu zelf zie met zo'n rondlopen, dan vind ik het wel een aardig probleem. Als je één grasveldje oploopt, dan heb je eigenlijk al bijna een vuilniszak vol met afval. En je ziet echt van alles liggen. Je ziet voornamelijk veel sigarettenpeuken, maar ook plastic zakjes en blikjes. En ik denk, als je dat allemaal zoveel kan vinden, dan is er zeker wel een probleem mee. Het is de bedoeling dat de kinderen 4 keer per jaar het zwerfafval gaan opruimen. Maar waarom 4 keer per jaar en niet elke week? Nee, dat is gewoon zo uit de planning gekomen. We hebben bij elkaar gezeten en we schenken vanuit de gemeente schenken we gewoon de hesjes, de prikstokken, het materiaal om wat op te ruimen. De kinderen krijgen ook van ons, of de school krijgt een vergoeding om met die kinderen op schoolreisje te gaan. En daar hebben we wel een voorwaarde aan gedaan om dit gewoon te halen 4 keer in een jaar. Nou, ik denk dat 1 keer in de week niet helemaal haalbaar is. Als je moet met kinderen doen en met klassen die ook met hun roosters zitten en dingen die ze moeten doen. Dus dat is niet haalbaar. Maar 4 keer per jaar is nog wel te realiseren met scholen. Dus ik denk dat daarom is gekozen voor 4 keer per jaar en niet vaker. De zwerfafval niet te voorkomen? Ik denk wel dat er op sommige plekken meer afvalbakken kunnen staan. Dat ik soms denk van dan is het best een groot stuk waarin er geen afvalbakken zijn. Sowieso vond ik hier ook niet heel veel in de wijk staan. Dus ik denk dat dat een eerste stap is. En ik denk dat we nu beginnen bij de kinderen om het samen te gaan opruimen. Dat ze het bewust maken. Dat is ook al een eerste stap. Nou, er staan op plekken waar prullenbakken horen te staan, staan prullenbakken. Dat heeft ook te maken met hoe ver de prullenbakken uit elkaar staan. Daar zijn richtlijnen voor. En nou, binnen die richtlijnen staan die prullenbakken dan ook gewoon. En uiteindelijk blijft het gewoon zo. Ik bedoel, als jij een blikje meeneemt van huis, dan heb je het ook bij je gehad. Dus je kan het in principe ook gewoon weer mee naar huis nemen. Dus het blijft toch een beetje mentaliteit, denk ik. De buurt is nu een stuk opgeruimder. Aan het einde kregen de kinderen ook nog eens een heel lekker ijsje!